Dit was een compositie van Leo Kuipers, hè? Speciaal voor het festival geschreven. Ja, speciaal. Destijds met veel poeha en veel ellende tot stand gekomen. Maar wel een prachtige film. Wanneer was dat? 77, als ik me goed herinner. Welkom, Ad van Veer, organisator van het festival Nieuwe Muziek in Zeeland. Jullie bestaan al heel lang, hè? Nou, wij bestaan bijna 20 jaar, hè? Denk ik zo, als ik met alle amateuristische sector ervoor, hè, want het is nog maar een jaar of 10 professioneel podiumkunstbeleid. Maar daarvoor was het al op amateuristische basis. Jullie hebben ook in al die jaren de nodige moeite gehad om te overleven. Ja, dat is inderdaad elk jaar maar weer een zeur. Want je hebt toch ideeën, zoals met Leo Kuipers, dat moest een hele provinciale opdracht worden. Die compositie moest tot stand gebracht worden en zo. Dus daar moet heel veel geld voor. En dat kost inderdaad met lampionnen het stadhuis of de provincie in. Ja, maar het is dit jaar weer gelukt. Ja. Dus. Kan je nou vertellen wat het precies in het kort de bedoeling is van het festival? Nou, het is een cluster eigenlijk van het winterseizoen. Dat 3 weken lang de nieuwe muziek ten horen gebracht wordt. En niet zozeer dat het een festival is met premières, maar gewoon een doorlopende stroom van zo zou een hedendaags cultuurbeleid moeten zijn. Is er nou belangstelling voor? Krijgen jullie nou publiek uit Zeeland zelf? Of moet dat toch uit de Randstad komen? De laatste jaren hebben we heel veel belangstelling. Vroeger zaten we in het stadhuis. En dat was een zaal van 200 man zo. Nu zitten we in een eigen gebouw vlakbij het stadhuis. Nog mooier dan het stadhuis. 17e eeuws burcht, kan je wel zeggen. En mensen komen heel in grote getalen op het festival af. Ja. Maar wat voor soort mensen zijn het dan? Staan in hoeken en het moet echt overvol. Maar Zeeuwen? Zeeuwen, maar ook Duitsers, Noorwegen, een paar telefoontjes uit Denemarken die daarop afkomen en zo. Dus we hebben zo'n hele brede klantenkring, kan ik wel zeggen. En jij zoekt het programma uit? Ik zoek het programma uit, ja. En dat is dit jaar John Cates. Ik vond het nodig dat John Cates was net 75 geweest. En niemand in Nederland heeft iets aan John Cates gedaan in die periode. Terwijl heel de wereld eigenlijk bol stond van John Cates is jarig. En het is er moet eigenlijk wat aan gedaan worden. Die man is toch wel zeer belangrijk in het hedendaagse wereldje. En daar was ik erg verbaasd over dat er eigenlijk niks gebeurde. Dus toen dacht ik, nou, hoe moet het maar eens gebeuren? Hoewel ik al heel lang met het plan loop van John Cates, maar ik vond het eigenlijk zo voor de hand liggend. Omdat het is toch eigenlijk de top van de hedendaagse muziekgeschiedenis. Maar hoe gaat het dan? Je belt die man op en vraagt, komt u eens naar Zeeland of niet? Ja, kom eens even langs. En dan dacht hij eerst nog dat het 160 al was, dus dan moest ik hem ook nog uitleggen. En dus, maar oké, dus dan uiteindelijk is hij toch zo echt vrij gauw bereid. Maar ik heb daar een hele goede input vanwege dat ik jarenlang met Veldman. En natuurlijk Morten Veldman en een aantal andere Amerikanen. Dus hij kende Zeeland natuurlijk al lang. En hij krijgt onze folders en correspondentie van jaren. Dus hij weet al dat ik al een aantal jaren met zijn muziek bezig ben. Ja, want jullie hebben echt een aantal jaren al de prominente componisten van de moderne muziek daar in Zeeland gehad. Hè? Ja, dus echt, kan je wel zeggen, ja. Nou, las ik ook in het programma dat Cage workshops gaat geven. Waarin gaat hij dan lesgeven? Het is al een paar jaar gebruikelijk dat we dan inderdaad dat een beetje spreiden. Dat het niet alleen maar concerten is, maar dat er ook wat verteld wordt rondom die componist. Dat er beeldende kunst bij is. Dat echt van verschillende lagen van bevolking interesse kan komen voor zo'n festival. En dan vind ik ook dat er, hoewel het helemaal geen schooltje hoeft te zijn, maar dat zo'n man natuurlijk heel veel te zeggen heeft. Hij heeft heel veel geschreven ook. Dus laten we hem dan ook flink praten. 4 uur per dag. En van de week belde hij me op van dat hij dat wel een beetje veel vond. Ja. Nou, maar 4 uur per dag, dat is misschien wel. 2 uur 's morgens, 2 uur 's middags en dan nog eens een avondtoelichting misschien. Dus dat kan heel spannend worden eigenlijk. Maar daarnaast wordt er natuurlijk verschrikkelijk veel muziek van Cage gespeeld. Ja, ik weet niet hoeveel composities, maar de man heeft er al 230 gecomponeerd. Dus er is geen begin aan. En daarom was ik wel een beetje huiverig voor zo'n Cage festival. Omdat je dus, er is zoveel en er is zo uitgebreid. Je kan er echt een enorm project van maken. En dat is dus zonde dat eigenlijk nog nooit gebeurt. Tot slot. Ik neem aan dat het heel veel werk is om zoiets te organiseren. Is het uw beroep of doet u er nog wat naast? Nee, ik zou er niks naast kunnen doen, nee. Ik wens u heel veel succes en veel publiek en een plezierige week. Dankjewel.
wel even informeren over dit muziekleven in Japan. So, ik heb een aantal mensen gesproken daar. Hij wist niets over Holland Festival of Concertgebouw, maar festival in Zeeland. We kunnen nooit iets samen doen, maar het blijkt dus heel goed wel te kunnen. Rechtstreekse uitzending vanuit de Grote Kerk in Veren schakelen we over naar Zeeland, waar in het kader van het festival Nieuwe Muziek het muziektheaterstuk Orestea van de Grieks-Franse componist Yannis Xenakis uitgevoerd zal worden. Vanuit de oudheid, die gotische kerken, die hebben een ontzettende mooie akoestieke doordat die maatvorming, zo je ziet ook die palen of de kerkenzuilen, staan ook allemaal, staan niet zomaar willekeurig, staat allemaal helemaal in maat. Dus een hele scherpe akoestiek hangt vast met een goede architectuur. En ja, daar is iedereen het wel over eens. Ja. Dus ook de kleine dingen, maar ook de grote dingen gaan hier. En we hebben het dan gepresenteerd vorig jaar als een huis voor de kunst. Hè. Dat is echt een kathedraal vol met kunst. Je kan hier prachtige tentoonstellingen doen in al die nissen. Er zijn hier 14 nissen. Je gemakken van tegenwoordig moet je erin brengen. Want dit gebouw heeft nog geen elektriciteit. Maar ik schat toch wel dat we er wel 3 jaar mee bezig zijn. Voordat dat al echt, ze kan zeggen nou, nu heb je een concertzaal met kleedkamers, met een stemzaal, met een locatie waar ook nog eens een keer repetities gehouden kunnen worden. En dat is het mooie, dat nieuwe muziek, die dus veel aan de nieuwe muziek doet, nu ook de diepte in kan. Waar komt die muziek vandaan? Wat is de basis van de muziek? En dat kan je in zo'n kerk, wat in de Koveniers Doelen, eigenlijk niet kan. Thank you.
Ze zijn ook niet bang om nieuwe dingen om te proberen. Dus ik kan ook heel snel voelen in dat zaal dat zij zijn open. Als je ook niet experimenteert of niet iets uitprobeert met de hoop dat het wat wordt, het kan ook mislukken, maar dat maakt toch niet uit. De cultuur is er ook voor om te mislukken. En niet alles is 100% gelukkig niet. Dan zouden we werkelijk in het zogenaamde paradijs leven. Buitengewoon dat dit in Middelburg gebeurt. Het is een uitzonderlijke festival en ook die publiek heeft het ook fantastisch gevonden tot nu toe. Dus ik denk dat het heel veel inspiratie zou geven. Normaal zo in kerken spelen heb je nogal veel galm en zo en iedereen had zoiets van oh, we spelen in een kerk. Maar het valt heel goed mee, ja, het klinkt echt leuk. En het is een fantastisch entourage ook. Ja. Iedereen was super gelukkig als we hier toe kwamen. Ja. Een beetje wind van de zee, prachtig dorp. Mensen van wauw, is Nederland zo mooi. Zo. Ja. Dat wisten jullie niet. Ja, ja, wel, ja, natuurlijk. Ik ken geen, ik kom over de hele wereld en ik ken geen instantie die het zo lang heeft uitgehouden en die zo consequent ook geweest is in zijn keuzes omtrent de cultuur, de huidige cultuur. Het nieuwe pianoconcert van de Middelburgse componist Douwe Eijsinga gaat in première in Japan. Het stuk zal te horen zijn op het culturele festival van Yokohama en wordt uitgevoerd door het beroemde Xenakis Ensemble. Wat is het moment waarop een componist zijn eigen stuk kan loslaten? Dat is eigenlijk op het moment, denk ik, dat je de partituur inlevert. Dan moet je het lef hebben om de noten aan de muzici over te laten.
inderdaad, bij Douwe is dat wel, als hij het eenmaal geschreven heeft, dan goed, dan moet het ook de wereld in en dan moet je het spelen. Kan je nog wel tijdens repetities wat dingen bijstellen, maar ik heb het gevoel dat je dan meestal je eigen fout aan het herstellen bent van die muzici die helemaal het scenario ensemble. Dat zijn zulke goede muzici, die spelen exact wat er staat. Hij is dan ook niet iemand die dan ongelooflijk op elke vierkante millimeter gaat zitten zeggen van wat hij daar nou heeft bedacht. Hij is niet een pieler wat dat betreft. De Grote Kerk van Veren, het nieuwe huis van de Stichting Nieuwe Muziek Zeeland, is ingewijd. Het slotakkoord van het openingsfestival vond afgelopen zaterdag plaats. Het Xenakis Ensemble voerde 3 speciaal voor het cultuurpodium geschreven composities uit, waaronder het pianoconcerto van de Middelburgse componist Douwe IJsenga. Geen tijd dus om treurig te worden om de onzekere financiële toekomstperspectieven voor nieuwe muziek. Het publiek genoot en de betrokkenen rekenden in stilte op wijsheid. Ik hoorde Ricardo Chailly van de week zeggen dat de belangrijkste muzikale ontwikkeling, dat je die zo doormaakt tussen je 40ste en je 50ste. Nou zijn er componisten die die leeftijd niet eens hebben gehaald. Maar wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat je op een cruciaal moment bevindt. Ja, hè? Ja, dat zou hoopgevend voor mij zijn. Ja. Dat voelt u ook zo? Ik heb wel het idee met dit stuk, eigenlijk voor het eerst met dit stuk, dat ik mijn eigen handtekening gevonden heb, mijn eigen stempel gevonden heb. En dat is... Ik heb wel een heel leuk gevoel. Dus in die zin zou hij wel eens gelijk kunnen hebben, ja. Ik denk dat hij bedoelt dat hij weet wat hij wil schrijven en weet hoe je het moet componeren ook. En dat een soort, soort zeker gevoel heeft. Yes. Yes. Every time the brass and the woods have this, same rhythm. Okay, just a minute. Begin 2001 heb ik een stuk geschreven voor Marcel Worms, een pianostuk van 5 minuten. En daar stuitte ik op een onverwachte vrijdagmiddag op een compositietruc. Ik maakte een uitvinding op die vrijdagmiddag, zou je kunnen zeggen. En het blijkt een componeermethode te zijn, een componeerstijl ook, die mij heel erg ligt en die ik heel erg leuk vind. Waarvan ik denk, dat zou inderdaad mijn eigen handtekening kunnen zijn al. Ik denk dat als componist zegt van nee, ik heb mijn ding gevonden, dan is het meestal zoiets dat je taal hebt bedacht. Eigenlijk. En dat je dus niet meer zo wordt afgeleid van andere dingen, denk ik.
zit een heel radarwerk van 16e noten in. Dat en wat allemaal tussen instrumenten gaat. En het moeilijke is, of dat de hobbels, als ze er zijn, dan gaat het daarover dat, dat iedereen een soort groove moet hebben om... dat hij zich daar comfortabel in voelt en dat het ook stroomt. En dat er dan toch rare overgangen zijn in maten. Dat de accenten anders komen te liggen, maar dat die naaimachine moet in feite gewoon doorgaan, die machinerie. En ja, daar moet je altijd wel flink op repeteren, ja.